Hier ziet u de 8 finalisten op de 50 meter vrije slag. In baan 4 straks Inge de Bruin. Naast haar in baan 5 Lisbeth Lenten. In de volksmond in Australië beter bekend als Libby Lenten. Lenten zette de op één na snelste tijd neer gisteren in de halve finales. De Bruin won dus 24-56. Ter vergelijking Lenten 24-90. Dat is nogal een verschil. En de Bruin kan zo op het oog nog harder. Of ze in de buurt komt bij die 24-13. Het wereldrecord. Dat is dubieus. Maar zo gauw ze onder haar tijd van gisteren zal duiken, dan kan het bijna niet misgaan. Drie Olympische titels behaalden ze dus in Sydney. Op de 50 en 100 meter vrije slag en op de 100 meter vlinderslag. Ze raakte haar titels kwijt op de vlinderslag aan Patria Thomas en op de 100 vrij aan Jodie Henry. Twee Australische vrouwen. Maar die derde, Lenten, moet nu verslagen gaan worden. In baan 1 van deze finale zien we Jenny Thompson. Ook al een routinier, 31 jaar oud. Ze heeft inmiddels 11 Olympische medailles behaald. En mocht de 12e eraan komen, dan schrijft ze geschiedenis. Zoveel medailles behaalde nog nooit een zwemmer op de Olympische Spelen. Ze deelt dit record nu met Matt Biondi en Mark Spitz. Bepaald niet de minste. In baan 2, Michelle Engelsman. Geboren in Rio de Janeiro en uitkomend voor Australië. Zij liet Jodie Henry verrassend achter zich tijdens de Australische kwalificatiewedstrijden. Henry, dus de Olympisch kampioene op de 100 meter vrije slag. Dan in baan 3, Malia Metella. Vierde op de 100 meter vrije slag. Ze kwam een tiende van de seconde tekort voor het brons. Geweldig talent waar we de komende jaren nog veel van zullen horen. En hier ziet u een vrouw met een missie. En die missie is het behalen van een Olympische titel. Prolongatie van deze 50 meter vrije slagtitel. Het is nog nooit iemand gelukt. Sinds 1988 staat dit onderdeel op het programma. Gewonnen werd er door Otto, Jan, Van Dijken en De Bruin. Dat zijn bepaald niet de minste in de Olympische historie. Lenten, Lisbeth Lenten, 19 jaar in baan 5. In baan 6 de 18-jarige Carolyn Joyce uit de Verenigde Staten van Amerika. Ze heeft inmiddels een zilveren medaille gewonnen op de 400 meter vrije slag estafette. En dan in baan 7, Therese Alshammer. Op papier zou ze De Bruin nog wel eens pijn kunnen gaan doen vanavond. Ze heeft alles maar ook alles gezet op deze 50 meter vrije slag. Haar trainingen daar speciaal op aangepast het afgelopen jaar. Maar de Zweden stellen teleur hier voorlopig in Athene. Dat moet maar zo blijven eigenlijk. Ten slotte in baan 8, Flavia Cacciolato, de Braziliaanse. Hoe komt De Bruin van het blok? Ze heeft dus 2 dagen geleden een waarschuwing gehad dat ze niet te vroeg moet bewegen. Er wordt op haar gelet door de hoofdscheidsrechter. Maar zeer opvallend en imponerend was de power die ze had op het tweede deel van deze korte race. De Bruin in baan 4, Lenten in baan 5. De Bruin in ieder geval zonder risico van het blok af. En nu is het rechtdoor naar de muur. Zo hard mogelijk.
Halverwege een lichte voorsprong voor de Bruin. Na twee keer brons kwam zilver. En na zilver komt nu goud. De Bruin, ja! Ja, ja, ja! Ze doet het. Kijk eens naar de ontlading. De vreugde. Alsof ze nog nooit iets heeft gepresteerd. Zo viert ze deze titel. En dat is veelzeggend. Wat een enorme blijdschap. Zo zag de race er vanuit de onderwaterkamer uit. Heel gestaag zwemt de Bruin weg bij de anderen. Nog 15 meter te gaan hier. En dan is daar de finish. En houdt ze toch zeker wel een armlengte over. En klopt ze de anderen op deze kortste afstand. En mag ook zij zich dus opnieuw Olympisch kampioene noemen. De Bruin voor Metela, die tweede is geworden. En het zilver nog weggerist voor de neus van Lisbeth Lenten. En Alshammer, ondanks al haar voorbereidingen, eindigt zij als vierde. Triomfantelijk gebaar van De Bruin, die in extase is. En als je wint, heb je vrienden. En dat zijn er heel veel daar in de mixed zone waar alle televisiemaatschappijen staan opgesteld uit de hele wereld.